Hij won met Feyenoord veel prijzen. Maar oud-doelman Eddy Treitel zal vooral herinnerd worden aan de Mil. Precies 50 jaar geleden werd de vogel tijdens Sparta-Feyenoord door een uitrap van Treitel in de lucht doodgeschoten. Maar dit legendarische moment heeft Treitel zelf niet goed meegekregen. Ik zat eigenlijk misschien meer op Kindval te letten, dat die bal bij hem zou komen, als dat ik in de lucht, dat ik hem in de lucht volgde. Ik vind het alleen jammer dat er toen de tijd dat NOS die beelden niet bewaard heb. Een supporter uit Dordrecht nam na de wedstrijd de dode vogel mee. Hij zette die op en Treitel kreeg die later aangeboden. Hij zegt, hij komt eigenlijk u toe. Ik zeg, nou ja, ik zeg, dat is wel zo. Dus ik tegen mijn vrouw, ik zeg, joh, ik zeg, krijgt die kop me wel aangeboden? En zegt ze, nou, ik zeg, hij komt hier niet op de schoorsteen, zei ze. Nou, toen ben ik naar Broks gegaan, toen de tijd de huidige manager bij Feyenoord. En nou, die zei, ja, die moet hier komen en wat dan ook. Dus toen is hij in de prijzenkast bij Feyenoord terechtgekomen. Dus, nou, dan staat hij nog. Maar daar is volgens mij nog wel wat discussie over, hè? Ja, bij Sparta, die middel bij Sparta was. Hun hebben, geloof ik, 30 jaar later hebben ze Hugo Borst met Gilles Dilde, geloof ik. Die hebben gezegd, nee, die echte middel die staat hier zo en wat dan ook. Nou, dus af en toe ga ik van de ene middel naar de andere middel toe, naar het stadion. Lange tijd vond Treitel het vervelend om maar over die middel te praten. Maar de afgelopen jaren vindt hij dat niet erg meer. Kom ik met Ruud de Weijden in gesprek zo, oud sportjournalist van de NOS. En hij zegt, joh, daar moet je eigenlijk trots op zijn. Hij zegt, want jouw naam blijft in de historie terugkomen. Hij zegt, van andere keepers hoor je dadelijk helemaal niks meer. Hij zegt, maar jouw naam blijft door dit incident. Toen ben ik het anders gaan bekijken. Het mooiste vind ik altijd, dat hebben ze het erover. En toen zei, iedereen was erbij. Iedereen was erbij. Ik heb zoveel mensen gesproken. Ik denk, nou, bij Sparta konden er ook toen de tijd iets van 15.000, 17.000 mensen in. Nou, ik geloof wel dat ik 20.000 mensen gesproken heb die erbij waren. Nee hoor, dat is ludiek. Maar dat vond ik altijd wel mooi. Iedereen heeft het gezien, behalve ik.